Zwijndrechter naar Mohamed Ben Zakour heeft met zijn boek De Koning Komt de ANV Debutantenprijs gewonnen. Die prijs wordt jaarlijks in Dordrecht uitgereikt aan een Nederlandse schrijver met het beste fictiedebuut van het jaar. Het gaat over Moep, die is op zoek naar een vrouw. Hij is op zoek naar de liefde en hij denkt dat hij die vrouw vindt in een land ver weg hier vandaan in Afrika. Hij gaat wel heel obsessief op zoek naar die vrouw. Maar zoals je weet in het leven, iets wat je zoekt, dat vind je niet. Het moet je bekomen en het komt op je pad of niet. Maar ik vond het een mooie kapstok om dit verhaal op te hangen. Want daardoor had ik de ruimte om heel veel hilarische verhalen die ik in mijn hoofd heb, maar die ook waar gebeurd zijn. Kijk, mijn roman is een fictie, dus het is fantasie. Dus ik vind het een sprookjesachtig boek met heel veel lagen erin, een filosofische onderlaag. Hoe die jongen in elkaar zit, hoe die in dat huis, ouderlijk huis woont. Een soort Robinsonade is het ook. Hij zit daar als het ware alleen op een eiland. En het enige wat hij heeft zijn al die vrouwen om hem heen die hij zo graag zou willen betasten. Ja, dat hoort er allemaal bij. En dat boek biedt zoveel. En vooral ook de bloemrijke taal. Het is gewoon schitterend geschreven. De prijs werd uitgereikt in de Wilhelminakerk aan de Bleekensteik. Daar werd het juryrapport voorgelezen wat is opgesteld met reacties van lezers. Lezers uit Nederland en Vlaanderen bepalen namelijk de uiteindelijke winnaar van de prijs uit een shortlist van 3 door de jury genomineerde fictiedebuten. Het is meestal bij de jury voor een klein aantal boeken niet moeilijk. Maar ik zei al in mijn juryrapportje dat wij ook strijd hebben gevoerd over Malva van Hagar Peters. Of dat nou wel of niet op de shortlist moest. Ja, en als dat erop moest, dan moest er een ander uit. Dus daar hebben we dan over gevochten. Bij de andere boeken van de longlist was dat eigenlijk niet het geval. Maar daar ging het vooral om. Ja, moet Malva erop? Ja of nee? Malva kwam uiteindelijk niet op de shortlist. De prijs moest uiteindelijk verdeeld worden tussen Hugo Blom met Een Kleine Moeite, Inge Schilperoort met Muithond en Mohamed Ben Zakour met De Koning Komt. Ben Zakour putte voor zijn verhaal ook uit eigen ervaringen. Natuurlijk leg ik ook een deel van mijn persoon in de persoon Moogdi. En ik zal niet zeggen welke, maar er zijn een aantal verhalen in het verhaal die ik ook persoonlijk heb meegemaakt. En die leg ik in de mond van Moogdi, maar die heb ik meegemaakt. Dat is zo. Maar ja, ik moet ergens uit putten. Een schrijver moet ergens uit putten. En dat doe je niet door in Zwijndrecht op 9 hoog op een etage te zitten. Maar dat doe je dus door in dat land op bezoek te gaan. Ik zal je vertellen, 7 keer naar Marokko gegaan. Maar daar speelt het verhaal zich af. 7 keer toen ik bezig was met het boek. En Marokko is een mooi land voor verhalen. Want je hoeft maar op een terrasje te gaan zitten. En je kijkt om je heen en je hebt een verhaal. Je zit in een hotel, je doet de ramen open, je kijkt naar buiten. En je hebt een verhaal. En dat is het mooie aan dat land. De ANV Debutantenprijs werd dit jaar voor de 21ste keer uitgereikt.